Dik advocaat, PSV wacht. We gaan eerst maar even over de eigen selectie. Zijn er nog probleempjes, blessuregevallen? Nou, één klein probleempje, dat is Berghuis. En, dat morgen bepaalt of hij erbij is of niet. Ja. PSV uit, altijd bijzonder voor jou nog meer? Nee hoor, het is net als dat we tegen ADO spelen of zo. Het is leuk om terug te komen, maar ook daar willen we graag winnen. Ja. Hoe zie je het huidige PSV? Nou, een ploeg met ontzettend veel talent. Er lopen echt een aantal spelers in die voor het Nederlands elftal gaan spelen en sommige al spelen. Dus het is een ploeg, een selectie vol met heel veel kwaliteit. Ja, en ze hebben Ruiz gehaald. Was je verbaasd? Nee, ja, dat is niet aan mij om daar een oordeel over te geven. PSV heeft gemeend dat wel te doen. En nogmaals, ze zullen er een reden voor hebben en dat laat ik aan PSV over. Ja, los van PSV. Simon Paulsen, op het trainingsveld hier. Je hebt met hem gewerkt in je eerste periode hier bij AZ. Nu weer, wat is jouw indruk van hem? Nou, hij heeft natuurlijk heel weinig wedstrijden gespeeld in die 2 jaar dat hij weg is geweest. En, dus hij zal het ritme op moeten pakken. Dat is ook de reden waarvoor hij maandagavond met het belofteteam speelt tegen RKC. En dan kunnen we eigenlijk inschatten hoe hij ervoor staat. Het is sowieso een jongen die heel positief erin staat. En dus dat zal niet lang duren voordat hij de juiste fitheid heeft. Nee, want hij is ook echt gehaald als linksback. Als linksback, ja. Ja, omdat hij behoorlijk aanvallende intenties heeft. En ook wel bij Sampdoria links op middenveld heeft gespeeld, als hij speelde. Ja. Nou, hij heeft geloof ik 7 of 8 wedstrijden gespeeld. Ja. Dus ik heb hem nog zien spelen als linksback in december. Dat was de laatste wedstrijd. Dat was voor de beker. Helaas, ja. Ja, dus dat was ook gelijk zijn laatste wedstrijd. Maar we moeten het gewoon zelf maandagavond zien. En dan weten we meer. Ja. Nog een paar dingetjes, misschien even los van de wedstrijd van PSV. Ernst Stewart heeft gisteren aangegeven dat de belofte elftal van AZ, dat die eigenlijk wel in de eerste divisie willen gaan voetballen. Nou weet ik niet hoe lang jij hier blijft. Maar wat vind jij van die gedachte? Ja, vind ik een goede gedachte. Dan kan je ook de spelers hier houden. Spelen op goed niveau, met heel veel weerstand. Ik denk dat spelers daar alleen maar van kunnen winnen. Goede ambiance, dat is natuurlijk ook belangrijk. En, die zie je nog wel eens niet, hè? Nee, maar oké, als je in het stadion speelt, dan is het al een bepaalde ambiance. En je speelt ook bij tegenstanders waar meer te halen is. Ja, ik denk dat het een goede zaak is. Ja. Nog een ander ding, vanuit Noord-Hollands perspectief wel erg interessant. De kans erg groot dat AZ naar Zaandam gaat. Hoe sta jij daarin, naar zo'n eigen trainingscomplex? Of heb jij er überhaupt mee wat van doen? Nou, ik heb gezegd, als ik eventueel zou blijven, dan blijf ik sowieso hier trainen. Het is vooral ook voor het jeugdgebeuren. En dat daar te zijner tijd ook, als dit echt een hele grote club gaat worden, met nog een ring erop, dan zou het veld waarschijnlijk parkeerplaatsen worden, zoals bij Feyenoord. Dan gaat het eerste team natuurlijk ook heen. Maar nogmaals, daar is nog geen uitspraak over gedaan. Hè? Nee, goed, morgen is persconferentie en toch. Gerbrands gaat ook naar de Zaanstreek. Maar los daarvan, jij zegt van, zolang ik hier trainer ben, traint het eerste hier. Dat klopt. Nog even terug naar Simon Paulsen en zijn inzet. Je hebt hem gehad als linksback, maar als je gewoon naar de selectie van AZ kijkt, er zijn best wel veel. Gorten, Viergever, Haps, Heijmans zelfs nog zou daar kunnen spelen. Heijmans die heeft nog niet bij de selectie gezeten, dus die neem ik niet mee. Ik denk dat Gorter een middenvelder is en geen linksback. Hij is linksback geworden bij NAC. Heeft hij ook een tijdje gespeeld, maar heeft het op het middenveld bij ons goed gedaan. De laatste momenten. En voor mij is eigenlijk alleen Haps een Viergever de concurrentie. Maar als Paulsen, die haal je toch voor de basis, lijkt mij. Betekent dat bijvoorbeeld dat Viergever dan richting centrale verdediging gaat in de toekomst? Ja, dan moeten we moeten gewoon gaan kijken wat het beste voor het elftal is. En Paulsen zal toch ook zijn positie moeten winnen. Het is niet zo dat als er iemand komt dat hij gelijk erin staat. Nee, hij zal door middel van wedstrijden aan mij moeten laten zien dat hij beter is. Maandagavond dus een test. Dat is de eerste test.